We zijn een klein ambachtelijk bedrijf die boksspringbedden maakt. Ik ben ook wel benieuwd of er al mensen zijn die ons merk kennen. Ik weet niet of het... Ik zie nog niet heel veel positieve berichten. Het is goed dat ik hier sta. We zitten in Noord-Holland, in Zwaag. Daar hebben we onze eigen werkplaats, waar we boksspringbedden maken. En het bijzondere is dat wij dat op onze eigen manier doen. De beddenindustrie is een massa-industrie. En wij vinden dat ieder zijn eigen bed moet hebben. En moet bijdragen aan je gezondheid, je welzijn, je nachtrust, et cetera. En we zitten dus heel veel op social media. Dus we hebben een bepaalde groep waarin we dan wel wat naamsbekendheid hebben. Maar nou ja, dat is dus ook een van de redenen dat ik hier sta, om onze naamsbekendheid verder uit te breiden. Nou, en waarom zijn wij nou zulke vakidioten? We hebben een hele belangrijke waarde in onszelf, dat is respect. Aan respect hangt gewoon heel veel af. Respect voor de boeren die het katoen voor ons telen. Respect voor de dieren, zoals de biologische schapenwol die wij gebruiken. En dat we fel tegenstander zijn van levend pluk bij ganzen bijvoorbeeld. Milieu is natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Daar leven wij zelf in. Dus daar moeten we ook heel goed mee omgaan. Onze bedden zijn ook voor 95% al helemaal recyclebaar. Dus als iemand zegt van na 10 jaar wil ik weer eens een ander bed hebben. Nou, dat kan. Lever hem in en koop een ander bed. En als iemand zegt ik wil er het hele leven mee kunnen doen. Dat kan ook. We hebben ook heel veel respect voor onze medewerkers. Die moeten tenslotte de bedden maken. En ook natuurlijk voor onze klanten. Want daar willen we juist een heel mooi bed voor maken. Wat past bij hun gezondheid. Nou, hoe maken wij nou zo'n bed? Je ziet hier een doorsnede van 1 type bed. We gebruiken biologisch en fairtrade katoen. Biologisch schapenwol, paarhaar, kameelwol, biologische vlas, FSC, massief beukenhout. Nou, dat zijn allemaal materialen die dus heel goed composteerbaar zijn. Ze zijn wel langzaam composteerbaar. Dat is nog een probleem voor grote afvalbedrijven. Die weten nog niet zo goed hoe ze daarmee om moeten gaan. Maar het is voor de toekomst zeker klaar om het verder helemaal uit te werken. En het belangrijkste is bij ons is dat wij geen polyether, traag en koud schuim gebruiken. Dat zit in, nou, laten we zeggen, 98% van de bedden. Daar slapen ze ook 98% van de mensen op. En dat zijn petrochemische producten waar je op ligt. Dus die kunnen niet goed je vochtwarmte reguleren. En dat kunnen katoen en wol. Daar hebben we ook allemaal al 10.000 jaren kleding van. Dat kan goed je vochtwarmte reguleren. Daarom vinden we dat het ook in de bedden moet zitten. Wat hebben we tot die tijd nu al bereikt? We bestaan 20 jaar, maar de laatste 4-5 jaar is het wat in de stroomversnelling gekomen. Ze hebben een fair trade certificaat. We stonden dit jaar in de MKB Innovatie Top 100 op nummer 56. Omdat we de eerste zijn in de hele wereld die een fair trade bed hebben. We staan in het Dorint Hotel, Amsterdam Schiphol. De hele fair trade en green etage. Daar staan onze bedden, dus dat zijn 80 lichtplekken. Dat hebben we vorig jaar gemaakt. We hebben een ISO 26000 zelfverklaring in samenwerking met het bedrijf gemaakt. We zijn inmiddels ook al verkrijgbaar in Nederland, Duitsland, Zwitserland. We zijn bezig in Frankrijk en Verenigde Staten. En we gaan dit jaar bij Piet Boon in Ozaan een showroom openen en een samenwerking met hem aangaan om verder dit uit te breiden. Om ook de eco-luxury doelgroepen verder goed aan te kunnen pakken. Nou, wat we verder nog van plan zijn, is een groeiplan. Dus dat je van baby tot aan, van wieg tot kist op een Laftal kan slapen. Dus als mensen een babymatras die ze bij Laftal gekocht hebben inleveren, kunnen ze een junior matras kopen bijvoorbeeld. Dat gaan we verder uitbreiden. We gaan verder in Amerika de markt op. En zo zijn er eigenlijk nog een heleboel ideeën die wij hebben, die we verder willen uitvoeren. Maar goed, we zijn een klein microbedrijf, dus we kunnen niet alles tegelijk doen. Dus ook wij moeten het stap voor stap doen om te voorkomen dat we straks in een grote chaos terechtkomen. Ik heb nog een klein beetje tijd. Ja, La Vital vinden wij dus ook het mooiste verhaal voor het slapen gaan.